Dit is onze presentatie over de carcatcher. Gemaakt door... Gijs, Sophie, Remo, Daisy, Elise, Anouk, Daan, Luc, Milo en Aaron. Een kunstenaar moet heel creatief zijn en buiten de lijntjes denken. Dat snoept iedereen. Maar mensen die in techniek werken, moeten ook creatief zijn. Om nieuwe ontdekkingen te doen, moet je een ruim beeld creëren en buiten de lijntjes en buitengemaakte paar gaan. Stel je voor, als Steve Jobs niet had gedaan, hadden we deze iPad. We hebben op technisch gebied veel vooruitgang geboekt. We hopen dat ons project bijdraagt op het technisch gebied van het vervoer. Ons idee is de carcatcher. Maar ja, wat is de carcatcher nou eigenlijk? De carcatcher is een magnetisch systeem waardoor auto's tussen twee steden voortbewogen worden. We hebben dit idee deels zelf bedacht en we hebben ook ideeën van andere uitvindingen in ons idee samengevoegd. Neem als voorbeeld de magnetische trein in Japan en China. Een ander voordeel van de carcatcher is dat het enorm milieuvriendelijk is. Het kan op bestaande autobanen worden gebruikt. Dat houdt in dat er één autobaan wordt omgebouwd tot de carcatcherbaan, worden magneten aangebracht en dan is het een carcatcherbaan. Dat is natuurlijk milieuvriendelijk en er wordt ook nog eens geen brandstof gebruikt voor de auto's. Nou, hoe is dit idee nou ontstaan? We hebben veel verschillende ideeën gehad. Zo stond in ons opgestuurde idee dat we gebruik maakten van een kabelbaan. Maar we kwamen erachter dat het niet handig was met aan- en afhaken. Dus toen kwamen we met een tweede idee. Dit idee was erg ingewikkeld en werkte door middel van uitsteeksels in de wielen van de auto's. Uiteindelijk kwamen we erachter dat dit veel te veel onderhoud kostte. Dus toen kwamen we met ons derde geniale idee. En dit was een systeem dat werkte door middel van magneten. Maar hoe werkt het magnetische systeem nou? Nou, in de auto zit een elektromagneet. Die wordt gevoed door de accu in de auto. De accu's zijn nu nog niet sterk genoeg, maar later worden die steeds sterker en beter. Deze elektromagneet heeft maar één pol, een zuidpool. Buiten de auto, aan de wanden, hangen ook magneten met noord- en zuidpool. Omdat Noord- en Zuidpolen elkaar aantrekken, wordt de auto vooruit getrokken. En omdat Zuid- en Zuidpolen elkaar afstoten, wordt die vooruit geduwd. Zo gaat het verder door een reeks magneten. Aanhaken en afhaken gaat heel makkelijk. Want je rijdt gewoon binnen en de sterkte van de magneten loopt langzaam op. Waardoor je langzaam steeds sneller gaat. Omdat het elektromagneten zijn, kan je ze uitzetten in het geval van ongelukken. Zodat de ambulance en alles erbij komt. Dit is dus een SketchUp, dat is een soort tekening van het hele project, hoe het ongeveer uit gaat zien. Nou, hier buiten zijn dus de elektromagneten, die liggen dan op een hele rij tegen een kunststofband aan, waardoor het goed vast blijft zitten. In de auto zit de magneet zelf, nou, die zie je niet omdat hij in de auto zit, samen met de accu. Waar bevindt zich de carcatcher? Nou, de carcatcher bevindt zich op alle hoofdwegen in Nederland, dus aan de linkerkant van de rijweg. En het is net als bij bijvoorbeeld een trein, je hebt een station, dat zijn de aan- en afhaakplekken. En daar ga je gewoon tussen, ga je de carcatcher zitten en bij de aan- en afhaakplekken ga je er langzaam uit. Er zijn twee nadeeltjes aan dit geweldige idee. De eerste is dat mensen met een pacemaker helaas geen gebruik kunnen maken van de carcatcher. Dit komt doordat het magnetisch veld rond de carcatcher de pacemaker kan verstoren. Het tweede is dat mensen met een auto breder dan 2 meter ook geen gebruik van kunnen maken. Dat komt omdat de baan er niet breed genoeg voor is. Je kunt hem wel verbreden, maar dan kunnen de kleine auto's niet meer genoeg kracht ontvangen van de magneet om voldoende vooruit te komen. Daar hebben we dit niet gedaan. Nou, het zijn twee nadeeltjes, maar ze zijn niet in vergelijking met de voordelen die de carcatcher zal brengen. Pluspunten. Mensen willen graag op tijd komen. Want tijd kost nou eenmaal geld. De carcatcher heeft constante snelheid.
Door de constante snelheid kunnen mensen niet van vaart verminderen en krijg je dus ook geen files. Ook verbruik je geen benzine of brandstof wat je voor je auto gebruikt als je van een carcatcher gebruik maakt. Dus het project is heel schoon. Om het altijd op te leuken hebben we een liedje gemaakt op de melodie van Beat It van Michael Jackson. Nou, kan je niet zien? Dit is het einde van het project. Het was zeer innovatief, we hebben veel plezier gehad, we hebben goed nagedacht over de toekomst. Dus je brengt dan lekker verschillende dingen tijdens die show, daar houden we natuurlijk van, dat houdt het lekker afwisselend. Ik zie dat er speciale shirts voor gemaakt zijn en backstage zie ik al dat er heel veel mensen klaarstaan. Zijn jullie er klaar voor? Last van zenuwen? Ja, ik ook, dus dat geeft helemaal niks. Even kijken bij de technische boys. Jullie hebben een wachtwoord nodig. Van deze laptop. Dit is onze presentatie voor de Carcatcher. Gemaakt door Daisy, Elise, Luc, Sophie, Aaron, Milo, Anouk, Daan, Gijs en ik ben Raymond. Nu geef ik het woord aan Aaron. Een kunstenaar moet heel creatief zijn en buiten de lijntjes denken. Dat snapt iedereen. Maar mensen die in de techniek werken, moeten ook creatief zijn. Om nieuwe uitvindingen te doen, moet je een ruim beeld kunnen creëren en buiten de bestaande paden gaan. Stel je voor, als Steve Jobs het niet had gedaan, hadden we nu geen iPad gehad. Door ruim te denken, hebben we op technisch gebied veel vooruitgang geboekt. We hopen dat ons project bijdraagt aan een milieuvriendelijke oplossing voor het vervoersprobleem. Ons idee is de carcatcher. Maar ja, wat is de carcatcher nou eigenlijk? De carcatcher is een magnetisch systeem waardoor auto's tussen twee steden vooruit bewogen worden. Dit idee hebben we deels zelf bedacht, maar we hebben ook andere uitvindingen in ons idee gebruikt. Neem als voorbeeld de magnetische trein in China. Nou ja, de carcatcher is enorm milieuvriendelijk. Zo worden de bestaande banen gebruikt op de autoweg en worden daarvoor magneten opgeplaatst en heb je een carcatcher bij. Ook hoeven auto's geen brandstof meer te gebruiken. Dat is milieuvriendelijk en het bespaart ook veel geld. Hoe is dit idee nou ontstaan? We hebben veel verschillende ideeën gehad. Zo stond in ons opgestuurde idee dat we gebruik maakten van een kabelbaan. Dit was echter niet heel handig met aan- en afhaken, dus kwamen we met een tweede idee. Dit idee was erg ingewikkeld en werkte door middel van uitsteeksels in de wielen. Dit vergde te veel onderhoud, dus kwamen we met ons derde geniale idee. Dit is een systeem dat gebruik maakt van magneten. Hoe werkt dit magnetische systeem nou? Nou, dat kan ik uitleggen. De carcatcher komt bij alle grote wegen tussen de grote steden. In de auto komt een elektromagneet. Deze elektromagneet heeft maar één pol en wordt gevoed door de accu in de auto. De accu's van de auto's nu zijn nog niet goed genoeg hiervoor, maar in de toekomst worden de accu's steeds beter, sterker en houden ze het langer uit. De auto wordt vooruit bewogen door de aantrekkende en afstotende kracht van de magneet. Het aan- en afhaken met de carcatcher gaat heel makkelijk. Je rijdt erin en de sterkte van de magneten neemt langzaam toe, waardoor je steeds langzamer, steeds sneller gaat. Bij het afhaken gaat dat precies hetzelfde, alleen dan andersom. Je gaat steeds langzamer totdat je door kan rijden op je eigen brandstof. Zoals je op de volgende dia kan zien, zie je hier in blauw de negatieve polen en in het rood de noordpolen. De noord- en zuidpolen trekken elkaar aan, waardoor de auto vooruit getrokken wordt en voorbij dat punt stoten de zuid- en zuidpolen elkaar af, waardoor de auto vooruit geduwd wordt naar de volgende serie magneten.
Omdat het elektromagneten zijn, kunnen ze makkelijk worden uitgezet door de elektriciteit eraf te halen. Het is handig in het geval van ongelukken, zodat de ambulance, politie en de... ja, erbij kunnen. Het is ook heel handig voor repareren, want dan kan het deel van de baan gewoon stil worden gezet, terwijl het andere deel gewoon nog werkt. Nou, hier zie je dus een tekening hoe het hele project ongeveer uit komt te zien.